is Pieter Derks. Ja, hey Pieter. Goedemiddag. Hi. Ja, het Oekraïne-referendum begint nu echt dichterbij te komen. Het bewijs dat wij Hollanders nog steeds die oude koloniale manier van denken niet helemaal hebben losgelaten. Waar de Britten tenminste nog een referendum houden over hun eigen toekomst in Europa, gaan wij beslissen over die van Oekraïne. De vraag is, willen we meer of willen we minder Europa? Nou ja, dat is natuurlijk officieel niet de vraag. De vraag is eigenlijk, willen we dat Poetin burgemeester van Kiev wordt? Maar dat kun je niet zo zeggen. Dus de officiële vraag is of we op basis van haat en rancune bereid zijn om het ideaal van een verenigd Europa naar aanleiding van een volstrekt willekeurig onderwerp door de pleet te spoelen. En dat is dan weer geformuleerd als, bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De mogelijke antwoorden zijn voor, tegen en wat was de vraag ook alweer. Vorige week lekte de strategie van het kabinet uit, wat ik een enorme opluchting vond, omdat er twee meevallers in één zin zijn. Ten eerste, we hebben een kabinet. En ten tweede, dat kabinet heeft ook nog een strategie. Het begint hier potdikke maar al aardig op een functionerende democratie te lijken. Maar goed, alle antwoorden op alle vragen zijn nu dus bekend. En dat betekent dat alle interviews over dit onderwerp vanaf nu ongeveer zo zullen verlopen. Maar als een journalist aan u zou vragen, wat heeft Nederland aan dit akkoord? Wat zegt u dan? Knappe journalistiek, want jullie hebben geloof ik weer. Echt niets blijft geheim. Het is om hopeloos van te worden, maar knappe journalistiek. Of waar, ik weet niet wie het had. RTL had het? Ja. Dat is niet het goede antwoord, want u moet dan zeggen, dit akkoord zorgt voor makkelijker handel voor Nederland. Zeker, zeker. Het is belangrijk, hè, want Nederland is een handelsland. Dus het is goed dat u dat toch eens zegt. Ja, de strategie bij een gelekte strategie is dus om de journalist die de strategie ontdekt heeft te complimenteren met zijn strategie. Maar dat is voor een andere keer. Ik wil het eigenlijk hebben over het antwoord dat zowel de journalist als de cabaretier, de premier, in dit fragment hebben ingestudeerd. Het akkoord is goed voor de handel voor Nederland. Dat zinnetje komt inderdaad in die gelekte strategie ook heel vaak terug. Daar moet het kabinet de boel mee over de streep halen. Makkelijkere handel voor Nederland en democratie voor Oekraïne. Het woord Europa komt eigenlijk verbazingwekkend weinig voor. En in alle antwoorden wordt geprobeerd de Nederlander ervan te overtuigen dat hij juist groot voordeel gaat hebben van dit akkoord. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Dit akkoord gaat voor de meeste Nederlanders helemaal niks betekenen. We gaan er in ons dagelijks leven waarschijnlijk heel weinig van merken. En het is ook helemaal niet erg. Deze manier van verdedigen is volgens mij juist het probleem in Europa. Het belang van de EU wordt alleen nog uitgelegd in persoonlijke voordeeltjes en economische winst. Al die dingen die ik vroeger op school hoorde over vrede en vrijheid en samenwerking, daar durft niemand meer over te beginnen. Het zal de marktwerking wel zijn, of misschien het neoliberalisme waar Jan Terlouw zo tegen ten strijde trekt, dat we gewend zijn om niet meer als burger, maar vooral als consument te worden aangesproken. En dat nu politici ons dus ook maar proberen te verleiden met kortingen en voordeeltjes in plaats van ideeën. Maar ja, misschien is dat ook wel de hele oorzaak van het referendum. Als je de burger als consument aanspreekt, gaat hij zich ook zo gedragen en dan is Europa ineens een heel duur geintje waar je heel weinig bestekzegels voor terugkrijgt. Geen wonder dat zo'n consument de klantenservice belt om zijn geld terug te vragen. Omdat iedereen er voordeel van wil, begint Europa een soort V&D te worden. Het begon als één groot geheel. Langzaam wordt het een shop-in-shop waarin iedereen zijn eigen winkeltje mag beginnen. De Britten hebben al een eigen hoekje ingericht. De Fransen en de Oostenrijkers beginnen hun spulletjes al te pakken. Europa wordt een warenhuis met allemaal losse afdelingen. Duitsland als Laplace, de afdeling die al het geld moet binnenbrengen. En we weten allemaal hoe die strategie voor V&D heeft uitgepakt. Uiteindelijk krijgen we het niet meer verkocht. Ik was er zelf niet bij toen de EU werd opgericht, maar volgens mij was het idee ooit dat handel een heel mooi middel was om landen samen te laten werken en zo de vrede in stand te houden. Maar die redenering wordt steeds vaker omgedraaid. Samenwerken is prima, zolang de handel er maar bij gebaat is. Vrede is het middel geworden, de economie is het doel en het kan natuurlijk nooit goed blijven gaan. Als Europa zo doorgaat, weet ik al precies hoe dit af gaat lopen. Uitstel van betaling, crisisoverleg en dan een doorstart in afgeslankte vorm ofwel een overnamebod van een paar rijke Chinezen. En dat is prima voor de consument. Ik weet alleen niet zeker of de burger daar beter van wordt. Dankjewel, Pieter Derks.